Ik ben in Limburg geboren. Ik ben in 1976 ben ik naar Twente gekomen, omdat ik leraar handenarbeid werd op een middelbare school in Almelo. En toen dachten wij, mijn vrouw en ik, nou dat doen we een jaar of twee en dan gaan we terug naar Limburg. Maar Twente is zo goed bevallen dat we hier zijn blijven wonen. En nu wonen we al vanaf 1991 in dit pand, in Borne. Want ik heb hier de ruimte, ik heb hier een mooie galerie. Ik heb een vreselijk mooi atelier, dat zul je zo meteen zien. We hebben een mooie woning, we hebben de ruimte om ons heen met een half hectare grond. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer, hè? Ik ben na mijn middelbare school ben ik één jaar naar de pedagogische academie gegaan. Dat vond ik helemaal niks. En ik ben toen ik overging van 1 naar 2 van de pedagogische academie, ben ik naar mijn vader gegaan. En ik zei, pap, luister, er zijn een aantal dingen. A, ik ben over. Nou, dat is mooi, jongen, fantastisch. Ik zei, twee, ik heb opgezegd. Dat is minder mooi. Ik zeg, en ik heb me aangemeld bij de kunstacademie. Nou, toen waren eerste rapen een beetje gaar. Want dat was niet zo heel erg wat zij voor ogen hadden, mijn ouders. Nou ja, kijk, als je een beetje om je heen kijkt. Ik ben heel klassiek opgeleid. Dus met heel veel vrouwenbeelden en vrouwenlijven. Ik maak tegenwoordig ook heel veel abstracte beelden. En dan gaat het om dynamiek en balans. Dus zeg maar mijn eindejaarsbeeld van dit jaar. Dat ieder jaar, aan het eind van het jaar, maak ik een beeld in een beperkte oplage. Voor ja, een soort specifiek iets om het einde van het jaar te markeren. En deze was binnen een week uitverkocht al. Dus eigenlijk wel heel uniek. Maar in dit soort beelden probeer ik mijn vormtaal uit te beelden. Nou, dat beeld wat we net hadden, hè? Kijk, dat maak je eerst van was. Dit is van de boetseerwas. Zie je dat? Hetzelfde spul als dit. En dat kun je knijpen en kneden. En dan maak je dus een wassen modelletje. En dat gaat naar de gieterij om het in brons te gieten. Nou, hier heb ik een friteuze, dan maak ik die was snel vloeibaar. Nou, en als je dan een vrouwenfiguur of zo moet gaan boetseren, dan doe je dat gewoon hiermee. En ja, het is allemaal boetseerwas. Dus zeg maar, de meeste mensen kennen klei, maar klei krijg ik last van mijn handen van. En dit is lekker, ja, lekker zacht, daar kun je mooi snel mee werken. Nou ja, zoals dat grote beeld daar, dat wassen, dat is ook een wassen model wat gegoten is. En ja, na het gieten is zo'n model nog wel te gebruiken, maar ja, dat doet maar één keer of twee keer afhankelijk van de oplage. Nou kijk, deze beelden die zijn dus gegoten, die zijn al helemaal afgeschuurd en afgeslepen. Normaal als zo'n beeld pas gegoten is, dan komt het, zeg maar zo ruw komt het dan uit de smeltkroes of uit de... Na het smeltpad komt het er zo uit te zien. Nou, dan moet je helemaal gaan schuren. Nou, deze beelden heb ik allemaal voorgeschuurd. En dat gaat iedere keer met een stapje fijner, fijner, fijner. En dan op laatst dan ga je op de polijschijf hier, ga ik polijsten. In Hengelo, daar staan een aantal hele spraakmakende beelden van mij. Bij Stork voor staat een heel groot beeld, helemaal met bladgoud. Dat heb ik in Peking gemaakt, in China. Ja, mijn beelden hebben over de hele wereld al geëxposeerd gestaan. Ik doe veel in Londen. Overal wel. Ja, ik heb twee favoriete beeldjes. Die kan ik helaas niet laten zien, want die heb ik gemaakt op het moment dat mijn kinderen geboren waren. Ik heb er eentje gemaakt, dat is Thijsje Eigenwijsje. Die noemde ik zo, omdat mijn zoon Thijs, die was in de buik zitten al eigenwijs. Die had zijn benen. Zijn armen op zijn benen geslagen, heb ik een heel klein bronzen beeldje gemaakt, Thijsje Eigenwijsje. En dat heeft mijn vrouw gekregen als een soort cadeautje van toen ik kleiner kwam. En toen ze van de tweede verwachting was, toen heb ik een soortgelijk beeldje gemaakt, maar heel frappant, met de linkerarm losstaand. En het bijzondere is, mijn dochter Guusje is linkshandig, dus het is alsof ik het vervoeld had. Maar goed, dat zijn mijn meest bijzondere beelden. Mijn ambities, nou ja, weet je, ik ben 66, ik heb al zoveel bereikt in het leven, dat merk ik echt. En mijn ambitie nu nog is gewoon door blijven gaan tot ik erbij neerval. En ik hoop dat het nog 30 jaar duurt. Dus sommige mensen die zeggen wel eens, waarom stop je niet? He, je kunt er goed van leven en je hebt altijd hard gewerkt. Maar ik zit graag in mijn werkplaats. En ik vind het mooi, morgens gaan we eerst met de hondenbuien wandelen in het bos. En daarna, huppakee, daaraan.